We staan, en het is echt een heel erg bijzondere plek, we staan in de woonkamer van IJzer Eysinga. In 1768 kwam hier een jonge wolkammer wonen met zijn vrouw. En ze begonnen in dit gebouw een wolkammerij. En een wolkammerij, dat klinkt als iets wat een beetje eenvoudig is. Het is het proces wat je doet. U kunt dat achter in het museum bekijken. Wat je doet om wol klaar te maken voor je het gaat spinnen. En als je het gesponnen hebt, ga je het twijnen. En als je het getwijnd hebt, maak je er een kleed van of sokken of een trui. Dat kan allemaal. IJzer deed dit allemaal. Dat deed hij niet alleen. Hij was eigenlijk de directeur van het bedrijf. In mijn onderzoek kwam ik erachter dat hij soms tot wel 400 mensen per jaar voor hem aan het werk had. Die had hij niet allemaal in dienst, maar die deden allemaal. Die sponnen die wol of die deden allemaal van zulke dingen. Dat was dus IJzer zijn business. Daar verdiende hij goed geld mee. Maar er was nog iets met deze jongen aan de hand. Deze jonge ondernemer eigenlijk. Hij deed hetzelfde werk als zijn vader. Die vlak hier in de buurt in De Riep, Drongrijp woonde. Die had er ook zo'n wolkammerij. Het was een familiebusiness. Maar deze jonge man, die had nog iets. Die was namelijk ontzettend bezig met wiskunde en astronomie. Hij schrijft in zijn papieren, en hij heeft best wel wat papieren nagelaten, schrijft hij, eigenlijk is er niks zo leuk als rekenen. Hij vond rekenen het allerleukste wat er was. En dan het liefst zo moeilijk mogelijk. Hoe moeilijker de breuksommen werden, hij deed heel veel met repeterende breuken, hoe moeilijker dat werd, hoe leuker hij het vond. Toen hij hier een paar jaar woonde, hij deed allemaal astronomische, maar het is nog even belangrijk dat ik dat vertel, hij deed astronomische observaties. En als jongen was dus al duidelijk geworden dat hij dat leuk vond. Hij had op school had hij een beetje wiskunde geleerd. En toen hij een jaar of 14 was, mocht hij vanuit Drongrijp in Vraneker komen om hierbij iemand anders die in de wolkammerij actief was, een zekere Willem Wietses, wiskundelessen te krijgen. En hij kreeg allemaal extra wiskundeonderwijs. Daar werd hij steeds beter in ook. In zijn handschriften, die heeft hij gemaakt, hij heeft heel veel handschriften heeft hij bijgehouden van die tijd dat hij dat onderwijs kreeg, zie je dat hij langzaam maar zeker zijn leraar inhaalde. Die leraar zelf, die had hoogstwaarschijnlijk een paar cursussen gevolgd aan de Vraneker Universiteit. Dus het was heel logisch dat dat in dit kleine stadje allemaal plaatsvond. In 1774, toen hij hier 6 jaar een wolkammerij had, toen gebeurde er iets bijzonders. Er was namelijk een samenstand van planeten. En wat is nou een samenstand van planeten? Nou, daarvoor gaan we voor het eerst eventjes naar boven kijken, naar het fantastische planetarium wat hier hangt. Als je, en u ziet hem hier, dit is de aarde. Oh, ik ben meteen helemaal zenuwachtig, hè? Ik ben geen professional. Maar als je vanaf de aarde bij de zon vandaan kijkt, hè, dus als de kant van de aarde dus niet naar de zon gericht is, dan is het nacht. En zie je dan een aantal planeten aan de hemel staan, dus die staan eigenlijk in hetzelfde stukje van ons zonnestelsel, dan heet dat een samenstand. Maar dat kan van alles zijn. Die planeten hoeven in het echt helemaal niet vlak bij elkaar te zijn. Dus als hier, dit is, wie weet het welke planeet dit is? Saturnus, heel goed. Als hier Saturnus staat en Mars staat hier, en dit is Mars, die zien we hier zo, en je kijkt 's nachts die kant uit, dan staan Mars en Saturnus staan in conjunctie. Maar kijk eens even, ze staan in het echt heel ver bij elkaar vandaan. Hè? Die komen helemaal niet dicht bij elkaar. Nou, in 1774 was een vrij bijzondere conjunctie zou er plaatsvinden. Namelijk van 4 planeten en de maan. Dus als je op de ochtend van 8 mei, en dat is wel bijzonder, dat is precies 250 jaar geleden, op de ochtend van 8 mei naar de sterrenhemel keek, dan zag je die 5 hemellichamen staan. Er was iemand en die dacht dat dit een teken was dat het einde van de tijden zou zijn. Vinden wij tegenwoordig een beetje belachelijk. Tenminste, in Nederland vinden we dat belachelijk. In Amerika, hè, als er een zonsverduistering is, dan sturen ze elkaar nog steeds berichtjes. Hé, het betekent dat het einde der tijden eraan komt. Mensen hebben namelijk heel lang zo met die sterren samengeleefd.
Het was in IJsinga zijn tijd ook zo. Ze zeiden, oh, zo'n samenstand, is dat niet een teken dat misschien het einde van de wereld eraan komt? Nou, daarvan werden mensen een beetje paniekerig. Dat is een wat een groot woord, vind ik altijd. Maar ze werden een beetje, vonden ze niet zo leuk. Misschien verging de wereld wel. IJsinga hoorde daarvan. En hij zegt daarover, ik keek in mijn papieren en ik reken het allemaal na. En toen zag ik, dat is helemaal niet zo. Die planeten staan heel ver uit elkaar en er is helemaal niks geks aan de hand. Nou, als de wereld dan toch niet vergaat, als ik dan toch tijd van leven heb, waarom maak ik dan niet een machine die dit allemaal voor mij kan uitrekenen? Hij maakte er een soort grapje van. En hij begon meteen met die machine te bouwen. En dat is dit planetarium. Hier is de zon in het midden. En dan vanaf de zon, dan moet ik het goed zeggen. Hè? Wat is de eerste planeet na de zon? Ik weet het wel hoor. Mercurius. Mercurius is dat kleine planeetje hier. U ziet het niet, maar in 88 dagen draait Mercurius om de zon. De volgende planeet is Venus. Venus, en het staat erbij geschreven, Venus doet er 224 dagen over om één rondje om de zon te maken. En dan komt de aarde, en de aarde weten we allemaal, 365 en een kwart dag, hè, om één rondje rond de zon te maken. En iedere 29 dagen maakt de maan één rondje om de aarde. En wat is zo bijzonder, dat is echt heel bijzonder. U hoort het misschien, we zien niks bewegen, want daarvoor gaat het te langzaam. Het gaat allemaal real time. Hè? Ik ga straks vertellen wat zo bijzonder is. Saturnus hier doet er 29 jaar over om één rondje te maken. Ik ben ongeveer 30 jaar geleden ben ik voor het eerst hier geweest. Toen stond Saturnus ook op die plek. Dus ik heb in mijn leven nu één keer gezien dat hij een rondje heeft gemaakt. Zo langzaam gaat het. En wat is nou zo bijzonder? Er wordt allemaal aangedreven door het ene slingeruurwerk. En dat is echt heel geniaal geweest van IJsinga. Had hij bijvoorbeeld 2 of 3 klokken gebruikt om dit allemaal aan te... Dan was het al lang, had het al lang niet meer gewerkt. Ja, dat slingeruurwerk. U mag wel zo'n groot gewicht even pakken. En even laten zien. Bij wijze van uitzondering, omdat ik de rondleiding doe. Kijk, daar, dat is het kleinste gewicht dat er is. Maar er hangen 8 gewichten in het planetarium. Die gewichten die zakken heel langzaam naar beneden. En als je daar zo'n slinger tussen doet, dan elke keer als die slinger op het hoogste punt is, dan zakken ze een minuscuul klein beetje verder. En dan trekken ze alles dus eventjes in beweging. Is hij weer op het hoogste punt? Dat weer. En dat... Luister nog eens. Het klopt niet helemaal, hè? Het is namelijk 80 keer per minuut. Het is iets vaker dan 1 keer per seconde. Een slinger van 1 keer per seconde is iets langer. En IJsinga schrijft daarover, dat gaf ongemak in de bedstee. Want die zou door het plafond komen. En dan lag hij en zijn vrouw laatst de hele nacht naar die slinger te kijken. Dat wou hij niet. Moest hij alles opnieuw berekenen en die slinger een klein eindje inkorten. 80 keer per minuut. Hij zette alles in beweging en het loopt nog steeds. Betekent niet dat er niks aan gedaan wordt. Iedere dag zijn er mensen bezig om te zorgen dat dit in goede conditie blijft. En ook om soms dingen een beetje bij te stellen. Dat is belangrijk. Dus dit vraagt heel veel onderhoud. Helemaal na 250 jaar. Ik moet nog een paar dingen vertellen en ik moet ook al een beetje opschieten, want het mag allemaal niet te lang duren. Ja, dat is omdat zoveel mensen... Weet je hoeveel bezoekers hier komen per jaar? Ja, het heeft net in de krant gestaan. Iemand enig idee? 100.000. Ze verwachten dit jaar 100.000 bezoekers. Ja, ze hebben net hun 2,5 miljoenste bezoeker gehad. Dus in de 250 jaar dat er nu geweest zijn, zijn er 2,5... In de komende 25 jaar verwachten we meer dan 2,5 miljoen bezoekers. Dus zo snel gaat dat de laatste tijd. We zien hier nog veel meer. Ik kan het niet allemaal uitleggen, maar ik zal een paar dingen even doen. Hier is een bewegende sterrenkaart. Met de zon die de tijd aangeeft. Nou, dat klopt perfect, want het is 20 over 12 ongeveer. Hè? Dit is 12 uur. Die zon staat daar. Kijk maar eens op uw horloge. Dat staat 2 uur op, denk ik. Hoe kan dat nou? Nou, in de eerste plaats, wij hebben zomertijd. En het heelal houdt zich niet aan zomertijd. Zomertijd is een afspraak die we maken. Dus we moeten er een uur aftrekken. En dan loopt hij nog 40 minuten verkeerd. Nou, dat klopt ook. We hebben in heel Europa hebben we één standaard, op de hele wereld hebben we standaardtijden.
Maar wij zitten hier in Franeker ongeveer 40 minuten van de standaardtijd af. Dus wij lopen daar eigenlijk 40 minuten op achter. En dan krijg je dus 1 uur en 40 minuten verschil. Want dit is Franeker tijd. De sterren die houden zich natuurlijk en de zon houdt zich alleen aan de tijd van de plek waar jij bent. Die richt zich niet naar onze horloges. Dus het klopt perfect. In de loop van de dag komt hij hier aan het eind van de middag weer. Dan zult u zien dat die zon hier een beetje staat. En als ik u iets mag adviseren, kom in de wintermaanden, in januari, misschien in december, in januari, februari, aan het eind van de middag, een uurtje of 4, kom dan een keertje terug. Dan is het buiten donker, er zijn niet zoveel andere mensen. Lekker, is veel rustiger. En dan is het hier heel mooi verlicht. En dan zie je, pal tegenover die zon, zit hier een wijzertje, dat heet de nachtvlinder. Die zie je hier dan net eruit piepen. Kun je eigenlijk alleen in de winter zien, want dan gaat de zon heel laat op en onder. Hè? En als het buiten donker is, het is hier verlicht, dan is het echt nog magischer dan dat we vandaag zien. Ik ga nog twee dingen. Die maan, die draait, dus alles draait hier, nou oké, dat is knap, maar dan heeft hij daar zo'n heel klein maantje in weten te frummelen. En dat maantje, dat draait ook nog eens om de aarde. Daar zit geloof ik een kwart dag per maand zit er een foutje in. Maar dat wist hij. Hij wist precies wat het foutje was. Hij zei, dan moet je af en toe even bijstellen. Dus dat, ja, dat is belangrijk. Iemand met een beetje stand van astronomie, want dan weet u misschien dat de maan heel onregelmatig, hè, vanaf de aarde bekeken, dat heel onregelmatig. Dat heeft IJzer opgelost met ovale tandwielen. Of eigenlijk ronde tandwielen die ovaal gespijkerd heeft. Echt, daar zit iets super knaps in. Heeft hij zelf bedacht. Je kan van alles hier aflezen. Je kan bijvoorbeeld, ik kan zo zien dat er, en dat kan ik aan deze twee wijzertjes zien, dat er vandaag nergens een maans- of een zonsverduistering is. Als ze anders staan, als er dus wel een maans- of een zonsverduistering is, ergens op de aarde, kun je dat, of in Franeker of ergens op de aarde, kun je dat aan het planetarium hier aflezen. En hier, dat is denk ik bijna het laatste verhaal dat ik vertel, zien we het jaartal, 2024. Nou, super knap natuurlijk, want het is 250 jaar oud. Hoe heeft hij dat erin weten te krijgen? Hier ligt een plank, hier zo. En die plank, daar staan 23 jaartallen op. En één keer in de 23 jaar wordt hij eraf gehaald en op instructie van Eizinga afgeschuurd, opnieuw opgeschilderd. En dan wordt hij weer aan het begin gelegd. Het grootste tandwiel van het planetarium heeft één bijzondere spijker. Die zit in de buurt van de datumwijzer. De datumwijzer staat daar. En die bijzondere spijker, die kun je herkennen als je straks boven staat. Die is het hele jaar op weg. En als hij hier is, pakt hij een klein tandwieltje. En dat tandwieltje pakt nog een paar tandwielen. En dan begint die plank op Oudejaarsdag om 4 uur 's middags te schuiven. En om een uurtje of 12, dat loopt niet helemaal perfect, mag ik niet vertellen eigenlijk, maar om ongeveer 2 uur 's nachts is hij klaar. En dan staat het volgende jaar het al ervoor. En na 23 jaar haalden ze de plank eraf, schuren ze hem af. Hij zei eigenlijk, hij was op 21 februari jarig. En kijk eens, ziet u het? 21 februari, iets donkerder dan alle andere data. Hè? En er is nog iets, als er zoveel mensen zijn, wie van u zit onder zijn verjaardag, want er zit altijd iemand onder zijn of haar verjaardag, geloof ik. Ja, daarachter, daar zit iemand. En hier zit, mevrouw zit ook onder haar verjaardag. Dat kan eigenlijk niet missen. Er zitten altijd mensen die gaan de buitenste ring, dat is ook het snelst lopende onderdeel heen, dat is de datumwijzer daar. Daar staan alle jaren op. U ook bijna. Nou, dan is er nu nog tijd voor een paar. Ik heb de meeste dingen verteld die ook in een gewone rondleiding zitten. Er zijn nog tijd voor een paar vragen. Heeft hij in zijn levenstijd hier alle credits voor gekregen? Alle mensen horen hoe bijzonder dit was toen hij nog leefde? Ja, hij hoort bij de eerste 6 mensen in Nederland die geridderd worden. Hij krijgt dus een lintje, omdat hij dit heeft gemaakt. Maar hij is ook politiek actief. Hij is op een gegeven moment niet met het regime eens. En dan wordt hij keihard vervolgd. Veel harder eigenlijk dan andere mensen. Want ze wisten, ja, die beroemde Eizinga, die moeten we wel te pakken krijgen. Want ja, dat is hoe een regime werkt, hè? Als je een beetje politieke tegenstand wil indrukken. Overigens was Eizinga ook niet wars van, hè? Ze hebben echt een opstand gepleegd hier in Franeker met geweren en oorlog en alles. Het staat allemaal in mijn boek, dit. Het is een originele film.
Hele goede vraag. In de loop de vroeger in ijskastentijd zaten ze hier te roken en van alles. 30, wie van u is hier wel eens eerder geweest? Lang geleden, meer dan 40 jaar geleden eigenlijk. Dat is soms al zo. Maar toen was het veel groener. Toen kwamen ze erachter dat er een kleur overheen geschilderd was die niet origineel was. Hebben ze een laag verf eraf gehaald en is deze kleur eronder vandaan gekomen. Voor het plafond is het zeker weten de originele kleur. Ik heb mijn twijfels over de achterwand. Mag ik ook niet zeggen? Ja, natuurlijk mag ik dat wel zeggen. Ik heb mijn twijfels over de achterwand. Bij het planetarium denken ze dat dat wel goed zit. Ik denk dat dat groen is geweest op basis van allemaal afbeeldingen en dingen die ik bestudeerd heb. Verder nog vragen. Niemand benieuwd naar het schrikkeljaar? Dat was eigenlijk de vraag waar ik een beetje op... hoe doen we dat met het schrikkeljaar? Nou, heeft hij wel over nagedacht, vond hij een heel geklooi. En toen op een gegeven moment zegt hij, nou, heeft hij iets bedacht. Hij zei, als je nou op 29 februari dat buitenste tandwiel losmaakt, één slagje terug doet, ben je klaar. Dus dat is eigenlijk waar het neergekomen is. Hij heeft er een speciaal tandwieltje bij bedacht, zodat dat wat makkelijker was. En dat doen ze één keer in de 4 jaar. Eigenlijk altijd staat het wel op de NOS-site als dat gebeurt. Want alles wat we hier doen is tegenwoordig een beetje groot nieuws, zeg maar. Wat deed hij nou met al die kennis? Hij heeft natuurlijk hier zijn eigen planetarium, maar wat deed hij dan? Dat is al heel wat. Hij is er 7 jaar mee bezig geweest. Ja. Dus dat deed hij. Maar hij gebruikte zijn positie in de samenleving wel heel erg. Dus als er iets geritseld moest worden of geregeld, zoals de samenleving werkte in die tijd, voor iemand uit Vraneker, bij bijvoorbeeld de gouverneur in Leeuwarden, dan deed hij ze dat af en toe. Dus, en die kennis werd niet voor de universiteit gebruikt of zo? Of? Uiteindelijk is het planetarium gekocht door het Rijk en is het in beheer gekomen bij wat toen het Atheneum heette. En kwamen studenten hier de boel bekijken. Wat eisen zijn kennis over de astronomie was fenomenaal, maar er waren meer mensen die dat hadden. Wat hij heel goed kon, was die kennis over de astronomie vertalen naar een machine en die machine ook maken met zijn handen. Met hulp van zijn vader, zijn broer. En hij heeft dat niet alleen. Hij heeft niet zelf de spijkers gesmeed, wat wel gezegd wordt. Er zitten geen 10.000 spijkers in. Er zitten 5922 spijkers in. Ik heb ze niet geteld. Hij ze wel. En dat heb ik gevonden in een archief. Maar dus het was een echte gewone man die een product was van Vraneker en dit fantastische ding heeft gebouwd. Ik moet nu echt stoppen, anders krijg ik ruzie. Bedankt voor uw aandacht. Nou ja, ik ga vooral even boven kijken, hè, naar het mechaniek. Graag gedaan. Dank u wel. Graag gedaan.